Zeker en vast niet. En daarvoor zou ik heel graag vragen, dames en heren, Yves, kom even tot hier ook. Een enorm warm applaus voor de ouders van onze vriend Bjarne, onze Yves en ons Cindy. Ik kan u verzekeren, ettelijke kilometers, ze hebben gans België en zelfs er een beetje buiten gedaan. Het was een fantastisch team met een volledige steun om u tegen te zeggen. En uiteraard, we zien het in de zaal, het is om u tegen te zeggen. Wij zijn super fier op uw keel en ik heb het u al gezegd, ooit word jij de derde Europaprins van ons vereniging. Dat meen ik. Aan heel de vereniging hier achter mij, iedereen dankjewel voor de steun. Zoals Marino het juist al heeft gezegd, al de kilometers die ik heb afgelegd op een of andere activiteit was wel iemand van jullie aanwezig, waren er meerdere aanwezig van jullie. Jullie hebben ongelooflijk mij hard gesteund in alles wat ik deed. Dus een dikke merci daarvoor dat jullie mij een heel jaar zo begeleid hebben. Marino, dankjewel ook dat je mij begeleid hebt met de micro. Want vroeger de micro lukte zo niet, maar die zin heb ik van u. De micro is vanavond van mij. Oma, voor u heb ik ook nog iets extra bij, want een dikke dankjewel dat je vorig jaar mijn getuige nog wou zijn bij de verkiezing. En je ziet het, ik heb het mijn best gedaan en ja. Uiteraard, Orde van Keizer Joël en Carnaval Kampenhout kunnen niet mankeren dat we ook iets gaan afgeven naar onze nationale jeugdprins van België en wordt overhandigd door ons oma, gelijk als iedereen zegt, en door Chantal. Van, alsjeblieft. Ik zou zeggen, geniet ervan. Je wil een beetje puzzelwerk hebben. Was nog een klein cadeautje? Het is gezellig, hè? Ik ga het ook eens krijgen, hè? Goed, alles in orde nu? Ja, dan gaan we verder gaan en gaan we een mooie aftreden vragen van deze toch wel bijzonderlijke vereniging, Orde van Keizer Joël en Carnaval Kampenhout. Bedankt, zou ik zeggen, en geniet nog van de avond.